Goedemorgen iedereen, van harte welkom op deze eerste Meet Your Mind Morning with Changers. We zijn momenteel live en wij wachten nog even tot er een aantal mensen binnenkomen. Mensen die allemaal graag willen deelnemen aan het gesprek met Rudy van Damme. Ik stel voor dat we eraan beginnen, aan het gesprek van vandaag. Zoals ik juist al zei, ik interview vandaag Rudy van Damme van Deep Evolvement, die jullie gaat inspireren om veerkrachtig met verandering om te gaan. Ik stel voor, Rudy, dat jij jezelf even kort voorstelt. Goedemorgen allemaal, ik ben Rudy van Damme. Ik ben psycholoog van oorsprong en dat is hier misschien wel relevant, omdat veerkracht toch een thema is dat te maken heeft met onszelf en hoe dat we met het leven en met onszelf omgaan. Hè. En ik ben vooral bezig ook met methodieken te ontwikkelen van hoe dat je dat dan doet. Ja, ja. Je hebt inderdaad al heel wat methodieken ontwikkeld, hè, en heel wat ervaring daar rond, hè, rond veerkracht voor jezelf persoonlijk, hè, maar ook voor organisaties. En vertel eens een keer, Rudy, wat voor jou zo de grootste uitdaging daarin is om veerkrachtig met verandering om te gaan. Ja, ja, ja. Ik ben net zoals iedereen natuurlijk ook maar een deel van de samenleving. En we hebben allemaal te maken met die vele veranderingen. Waarbij we soms een keer een duw krijgen. En ik ben een zelfstandig ondernemer. Dus je hebt opdrachten die nu in deze periode afgelast worden, verschoven worden, minder werk, minder inkomsten. En dan moet je eventjes toch wel reageren. Dat is het thema veerkracht. Of kan dat je iets te maken hebt met gezondheid of zo, dat je moet herpakken eigenlijk. Hè? Ja, 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 ja. En de metafoor van veerkracht is eigenlijk dat je een soort bamboe bent, een bamboe, en dat je meebuigt met de wind en dat je terug recht komt. En veerkracht. Mm-hmm. Ja, terug. Inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Mm-hmm. Ja. En wat zie jij dan zelf rond jou gebeuren, hè? Als het gaat over veerkracht? Afgelopen 2 jaar hebben we allemaal heel veel verandering meegemaakt. Maar zie jij dan rond jou gebeuren, rond die veerkracht en rond hoe dat veerkrachtig dan met al die veranderingen omgegaan wordt? Ik denk dat we eigenlijk allemaal zien dat mensen heel verschillend omgaan met die veranderingen. Ja, klopt, ja. Er zijn toch echt mensen die het heel lastig mee hebben. Stel dat je alleen zit als jonge mens, 20er, en je zit daar alleen in je studentenkamer. Ja, dan is dat moeilijk om jezelf eigenlijk voor jezelf te zorgen op dat moment. Hè? Omdat je denkt van, ik heb andere mensen nodig of ik heb ontmoetingen nodig om terug gezond te zijn. Ja. Of iemand in de media, mensen die heel kwaad zijn op de overheid en gaan betogen en alles een beetje vandalisme doen. Dat moet enorm moeilijk zijn voor die mensen blijkbaar om gewoon rustig te blijven. Ze kunnen zichzelf daarin niet sturen. Dat kunnen we gewoon vaststellen. Hè? Ja. Ik ben natuurlijk zelf, ik denk graag na. En ik denk dan van, er gebeurt er iets in mijn omgeving. Mm-hmm. Ik moet een antwoord op geven. En als antwoord, als je vastzit, in de lockdown mag je niet buiten. Dus dan ga je op een andere manier proberen bijvoorbeeld in de ontmoeting te gaan met mensen. Dat was nu online dat we dat probeerden. Hè? En ik probeer dan in feite online ook echt te ontmoeten. Bijvoorbeeld, is dat dan anders online dan in levende lijf? Hoe doe je dat dan anders? Hè? Ik heb er maanden op gezocht. Dat is natuurlijk ook mijn werk. Ik heb dus moeten online beginnen werken, thuiswerken. Ja, ja. En dan zit je eigenlijk achter. Je wil eigenlijk ook die rijke ontmoeting, want dat heb je nodig om weer krachtig te zijn. En daar heb ik echt moeten naar zoeken. Bijvoorbeeld, je vraagt aan mensen, zet je camera aan. Als je camera niet aanzet, dan heb je natuurlijk geen ontmoeting. Of begin niet technisch te vergaderen, maar ga 10 minuutjes voordien inloggen. En ga wat socializen met elkaar. Zeg iets over je achtergrond, over het weer, over jezelf. Ja, dat is eigenlijk allemaal kleine
die we doen. Hè. Ja. En zo dat je inderdaad naar manieren zoekt, hè, de andere social talk die je anders gemakkelijk hebt wanneer je elkaar in levende lijven ziet, hè, dat je dat nu ook inderdaad ook doet bij online. Hè. Ja. Maar als het dan gaat over, als je kijkt naar wat er in de wereld de dag van vandaag gebeurt, en je zei er juist van, ja, ik zie mensen daar heel verschillend op reageren. Ik zie ook mensen boos worden, niet goed weten hoe daar dan moet mee omgaan. Hè, van het, wat denk jij dan van wat dat kan helpen, hè, om veerkrachtig met zo die veranderingen om te gaan? Hè? En dat kunnen grote veranderingen zijn, maar ook andere veranderingen. Hè, wat helpt jou, wat werkt wel, wat werkt niet? Ja, je hebt eigenlijk een interne zelfsturing nodig om te zeggen, oei, er gebeurt iets. Ik heb een aantal behoeftes. Hoe kan ik die behoeftes op een andere manier doen dan gewoonlijk? Want je gewoonten worden eigenlijk overhoop gegooid. En voor mij is dat dus eigenlijk ook een stukje psychologie. Iedereen kan dus die zelfsturing gaan oppakken. En blijkbaar doen niet alle mensen dat. Sommige mensen blijven gefixeerd. Van, hoe kan ik naar buiten? Ik zit vast. Of de overheid beperkt ons of zo. Hè? Dus de creatieve slag om na te denken, hoe kan ik mijn behoeftes voldoen, is er dan blijkbaar niet bij mensen. Maar ik moet zeggen, ik bekijk het ook nog breder. Hè? Voor mij is het niet alleen psychologie, hè? Wat er op dit moment aan de gang is. Vertel dat bredere kader eens een keer. Ja, wel. Ik ben ook filosoof, hè. Dus, voilà. En antropoloog. Dus ik kijk heel breed naar de samenleving. En je kunt eigenlijk zeggen dat wij als bevolking niet de inbedding hebben om met veranderingen om te gaan. Wij worden eigenlijk door elkaar geduwd. Hè? En als die inbedding die de samenleving normaal zou kunnen bieden, of een gemeenschap in een lokaliteit, in je familie zou kunnen bieden, is eigenlijk in de laatste 50 jaar helemaal uitgekalfd. Allee, dus verdwenen eigenlijk. Hè? Ja, is weggevallen. Die is weggevallen. We hebben geen inbedding meer in onze straat, in onze buurt. En dat heb je ook gezien met de lockdown. Mensen die terug contact maken in hun straat. Dus de maatschappij heeft eigenlijk, we hebben dat zelf een stukje kapot gemaakt met ons individualisme. Hè? En met zijn eigen dingen. Maar eigenlijk, als cultuur, als samenleving, weten wij niet meer, en dat is nu mijn groot punt rond mijn filosofie, wij wonen niet meer. Wij wonen niet meer. In de zin van, we zijn niet meer geborgen in een buurt, een wijk, een familie. Ja. En ik veralgemeen een beetje, want dat is niet bij iedereen zo, hè. Maar we zijn ook niet geborgen in onze organisatie waar we werken. We gaan daar maar werken. In die samenleving hebben we eigenlijk een contract met de overheid. Je doet je plichten, maar je bent niet. Je hebt ook geen geloofssysteem meer. Je hebt geen religie meer die je kan dragen. En je zegt dan van, ja, mensen wonen niet meer. Hè? En als je zegt van, mensen wonen niet meer, wat voor effect heeft dat dan? Hè? Wat betekent dat dan naar veerkracht, wat betekent dat dan? Veerkrachtig omgaan met verandering. Als je merkt, mensen wonen niet meer in hun buurt. Maar misschien ook van, in hoeverre wonen mensen nog in zichzelf. Hè? Zo ja, Annemie, daar zegt het heel belangrijks. Hè? En dat is een vraag voor iedereen. Hè? Ja. Hoe is je kwaliteit van je woning? En het gaat niet over je huis. Hè? Het gaat niet over je gebouw. Het gaat eigenlijk over een antropologisch gegeven, wij als mens, wij hebben ergens een plek nodig waar dat we geborgen zijn. En een thuis is dat ook wel, maar niet alleen uw thuis. En dus het wonen zelf is eigenlijk door de filosofen ook bestudeerd geworden van hoe woon je vandaag de dag? Hoe kun je dat doen? Welke vraag stelde je? Nou wel, je had het over dat van mensen wonen niet meer of wonen minder in hun buurt, wonen minder in hun werk, wonen minder in hun omgeving, zeg maar. Hè? En zei ik van, en mensen wonen ook niet meer in zichzelf. Hè? En wat betekent dat dan naar veerkrachtig omgaan met verandering? Zo? Eerst moet ik dan eigenlijk uitleggen, wat betekent dat wonen in jezelf? Hè? Mm-hmm. Ik heb nu, in 1 januari ben ik gestart om elke ochtend anders te beginnen. Namelijk met een paar yoga-oefeningen. Allee,
De vijf Tibetaan doe ik. Dat zijn zo'n paar bewegingen. Maar ik sta niet meer zoals ik gewoonlijk deed. Door mijn computer aan te zetten, want ik ben een schrijver, ik wil kapiteen, ik wil dadelijk beginnen werken. Ja. Nee, eerst even in dat lichaam komen en een aantal bewegingen doen. Ik ga ook even buiten staan en ik ga een frisse neus ophalen. Het is nu heel mistig buiten. Ik ga... En dan ga ik nu eerst mijn ontbijt verzorgen. Dus wonen is heel concreet ook. Is eigenlijk je lichaam verzorgen. Maar wonen in je lichaam, wonen in jezelf, is bijvoorbeeld ook... Want ik hou van concrete voorbeelden. Hè, aan, veel mensen... Maar wonen is ook een plek hebben in grotere gehelen. Het is niet alleen in je lichaam, hè, maar het is ook... Voel jij je thuis in je straat, in je landschap? Hè? Voel je daar eigenlijk thuis? Bijvoorbeeld een dagelijkse wandeling maken. Ik heb op veel verschillende plaatsen gewoond. En het is echt moeilijk soms om te, zeker als je in een stad woont, om in welke straat wandel je graag? In welk park ga je graag? En dat is je eigenlijk je thuis dat je creëert. Iedere keer opnieuw moet je dan dat thuis creëren op je deel verhuist. Ja, dus je zegt van, hè, dus we wonen niet meer, hè, dus het is belangrijk. En dat heeft ook hè, de lockdown en corona ook duidelijk gemaakt. Hè, van, mensen gingen terug connectie maken met elkaar, hè, met de geburen. Hè, er ontstonden allerlei initiatieven om mensen te steunen, mensen te helpen. Hè, ze kwamen meer thuis, zeg maar. Hè. En wat merk je dan, hè, als je zegt van, ja, ik ben er zelf ook mee aan de slag gegaan. Ik sta 's morgens op een andere manier op. Ik doe oefeningen om thuis te komen in mijn lichaam. Ik verzorg mijn ontbijt, hè. En wat voor effecten heeft dat dan? Wat merkte je dan? Wat merk je dan voor jezelf? Wat merk je dan bij anderen in de omgeving? Hè? Dat er gebeurt, wat effect heeft dat op het omgaan met verandering? Dat wil ik graag horen. Hè? We zitten hier in morning meeting with changers en zo. Wat is het effect van het een op omgaan met die verandering? Hè? Zo, dat, Ja, dus we hebben het tot nu toe gehad over je eigen zelfsturing om die verandering als het ware te absorberen. Ja, en als je de kunst van het wonen hebt in je lichaam, in je omgeving, dan heb je een bepaalde fundament, hè, een plafond om op terug te vallen. Als je dat niet hebt, als je, boeddhisten zeggen, als je zoals een garnaal bent en zomaar krioelt, dan heb je die innerlijke rust niet. Hè. Vandaar dat die mindfulness zo belangrijk was een aantal jaren geleden. Nu ondertussen, nog een stap verder, zijn er wel veel veranderingen die blijven gaan. Veel bedrijven die blijven gaan. Ja. Dus we zitten hier toch... En dat is jouw vraag van... Hoe is die relatie tussen je eigen veerkracht en die grote samenleving die zich ontwikkelt? Ja. En vandaar dat ik natuurlijk helemaal op... Ik denk daarover na en ik ontwikkel methodiek die je kunnen helpen om daarmee om te gaan met die grote veranderingen. Vandaar dat ik eigenlijk zeg, wij moeten ermee stoppen, en ik ben nu eventjes heel kort door de bocht, om te spreken over veranderingen. Ah, er verandert veel. We kijken veel te weinig naar ontwikkeling. Ik spreek dus van de ontwikkelingsgerichte benadering, ontwikkelingsgerichte mindset. En dat is dat je kunt kijken... Welke ontwikkeling is er zich aan het manifesteren in de samenleving, in de menselijke beschaving? Of ook in je organisatie, in de economie, in het onderwijs, de zorg? En die, als je begint het narratief, het verhaal beginnen zien, dan krijg je ook op dat niveau veerkracht. Ja. Want door het feit dat we alleen maar spreken van, oh, er is een verandering, we moeten adaptatie doen naar die verandering. Dat is geen dat... De UNESCO nu vooral op inzet. Zij zetten niet meer in op resilience, op veerkracht. Zij zetten in op adaptatie. We moeten ons aanpassen aan klimaatopwarming. Maar welk verhaal vertellen wij? Als je, als je geen verhaal hebt, dan heb je ook niks om op terug te vallen. Je zegt van, we hebben geen verhaal. Hè? En je zegt van, ik ben gestopt met praten over verandering, maar ik heb het over ontwikkeling. Ja. En dat vind ik een interessante... verandering in het verhaal wat je nu brengt, hè, zo van ontwikkeling en jezelf dan adapteren aan ontwikkeling. Hè, en vertel daar eens een keer iets over van hoe dat we als mens dan, psychologisch of vanuit welk ander verhaal, kunnen wij kijken naar
ontwikkeling. Hè, in plaats van er verandert iets, en nu is het vaak zo van er verandert iets en we moeten dat precies achteraan hollen. Hè. Zo, we moeten ons adapteren aan de verandering. Hè. En dan krijg je vaak het verhaal van hè, vroeger was het niet goed, we moeten veranderen. En ja. Er ontstaat een heel verhaal rond. Hè. Dus het, als je spreekt over ontwikkeling, hè, het, en daarmee adapteren, welk verhaal krijg je dan? Hè? En wat is dan de boodschap die je kan brengen, of wat is het verhaal dat je dan brengt? Ja, dus we hebben veerkracht, we hebben adaptatie, dat een heel groot discours is vandaag de dag in veel media. We moeten ons aanpassen aan de nieuwe situaties. Nee, zeg ik, wij moeten aan ontwikkeling doen. Dat wil zeggen dat je leert het verhaal vertellen. Want dat verhaal wordt niet aangeleverd door de maatschappij. Hè? Ook in organisaties bijvoorbeeld. Ik ben veel bezig in organisaties. Hè. Wel, er zijn veel mensen die in organisaties worstelen met al die veranderingen. En ze bedden die verandering niet in een verhaal van de organisatie. Ja. Er is geen verhaal. In het verhaal van ontwikkeling. Ja, er is geen verhaal van... ingebed in het verhaal van ontwikkeling. Ja, een ontwikkelingsverhaal van hoe dat jij als organisatie gaat evolueren in de volgende decennia. Ja. Dat bestaat gewoon niet. Dus die veranderingen, die zweven. Dat is gewoon iets waar we moeten mee dealen. En wat ik eigenlijk zo mooi vind aan verhalen, hè, maar het gaat niet over een verhaaltje vertellen, hè, het gaat hem over samen nadenken, wat is de toekomst van onze school? Wat is de toekomst van ons samen? Wat is de toekomst van ons bedrijf? Ja. En als je je kunt dus ook wonen in een verhaal. Ja. Als je een verhaal hebt over de toekomst, dan geeft dat rust. Ja. En dan kun je ook gaan nadenken zelfs, en dat is iets helemaal anders dan veerkracht, hè. Dan gaat het over, ik ga constructief bijdragen aan dat verhaal. Ik ga daarmee bouwen, dat verhaal. Ik ga daar niet mee bezig zijn. Ja. Zie je? Ja. En dat is dus een heel andere... Ja, een heel andere insteek, zeg maar. Hè, van het, hoe die verandering van perceptie... een verandering waar je achteraan loopt, of een verhaal waar je deel van uitmaakt en dat je samen schrijft, samen maakt, samen realiseert, samen over nadenkt. Hè. Ik word er eigenlijk al meteen blij van als je dat zo begint te doen. En dan komt het woord betrokkenheid bij mij ook zo naar boven. Hè. Van dan in een verhaal is er betrokkenheid. Hè. En het... ik zie ook een aantal mensen die aan het reageren zijn. En schrijft er al iemand in van... Mooi hoe dat die shift in perceptie, hè, door andere woorden te gebruiken, eigenlijk al uitnodigt om een verhaal te creëren. Maar het is ook de perceptie achter die woorden. Hè, van het, De taal die we gebruiken is eigenlijk ons perspectief. Hè. Dus als je spreekt over veerkracht, dan zegt je over terugrechtkomen bij een verandering. Ik spreek van ontwikkeling in de plaats van verandering. Dat zijn eigenlijk nieuwe woorden, maar ook nieuwe perspectieven. Manieren om aan veerkracht aan te doen. Dus eigenlijk de betrokkenheid waar dat je het over hebt. Hè, waar begin het? Hè? Wel, ik zeg dus, begin 's morgens met yoga te doen om te wonen in je eigen lijf. Hè. Hetzelfde geldt voor alle lagen waarin dat je bezig bent. Je bent in een organisatie aan het werk, maar je bent daar niet. Je bent daar niet geland. Je gaat er gewoon door een veiligheidspoortje met je badge. En je vliegt erin. Land eerst een keer. Doe eerst een keer een check-in met mensen. Verbind terug even. Hè. Adem even. Verzorg die planten in je kantoor als je ergens in een kantoor bent. Dus die ruimte verzorgen. Maar ook je verbinding met de organisatie. Hoe is die eigenlijk? En mijn grootste pijnpunt is, en wat dat is ook mijn drive, mijn missie, is om die betrokkenheid terug in bewustzijn te brengen. Wij zijn die organisatie, wij zijn die samenleving, wij zijn dat verhaal. En dat, we moeten het wel zelf bouwen, want het kan ons niet geven. En je zei er juist iets wat van die verschillende niveaus, hè. Kan je zo eens... een verhaal vertellen, dat zou een mooie afsluiting kunnen zijn van dit gesprek. Zo van, een verhaal waarbij dat je merkt van, door een switch te maken van verandering naar ontwikkeling, heb ik gemerkt dat er op die verschillende niveaus in een organisatie, persoonlijk niveau, teamniveau, organisatieniveau,
wat je dan gemerkt hebt van, ja, van verandering dan, hè? Of van een andere manier van kijken of aanpak. Ja, ik kan van bijna elke sector een voorbeeld geven, omdat ik in veel sectoren werk, maar ik ga er eentje geven van de school. Omdat veel mensen als ouder of als leraar of zoiets toch met scholen kennen, dat kennen we. Een school die contacteerde mij om te zeggen, ik ga het heel kort houden, om te zeggen, we hebben een problematiek, want onze jongens, die haken af. Die zijn veel meer bezig met hun hobby's dan les te volgen. En het leerlingenaantal vermindert in de secundaire school. Dat is dus een probleem. En ze komen met dat probleem naar iemand die het dan zogezegd moet oplossen. En ik zeg, ik ga het niet in jullie plaats oplossen, maar je kan wel partners zijn om na te denken, wat is de volgende stap die je te zetten hebt als school? En ik heb dus een methodiek gebruikt, de ontwikkelcirkel. We zijn in een cirkel gaan zitten met 12 leerkrachten en de directie en een pedagoog in een klaslokaal. Je moet je dat voorstellen. Ja. En die vinden het heel raar dat we in een cirkel gaan zitten. Maar we hebben samen nagedacht. Nu, ik ben er al 3 jaar bezig in die school, hoor. En dat is dus, dat was wel de eerste stap. Van kijk, wij hebben na te denken, hoe willen wij school zijn? Ja. En het concept dat we daar nu hebben, is samen school maken. En dat betrekken we de leerlingen daar ook bij. Leerlingen zitten ook nu in die groepen. Mm-hmm. En we vragen dan de leerlingen, ja, hoe willen jullie de school zien dan? Hè? Mm-hmm. Er wordt een verhaal gecreëerd, samen met betrokkenen. En ik ben bezig met de directie. In februari ga ik naar de directie. En gaan we ook personeelsbeleid en HR, gaat helemaal afgestemd worden op dat nieuwe verhaal dat nu aan het vertellen is. Ja. Het verhaal heeft te maken met al die lagen ook. Hè. Dus de leerlingen zijn deel van die schoolontwikkeling. Dat is het unieke van die case. Ja, dus je betrekt inderdaad alle partijen erbij, hè, en je gaat dan samen nadenken van welk verhaal gaan wij samen maken als school, zeg maar. Hè. Dus en dat wordt dan vertaald op alle niveaus binnen de organisatie, hè, naar ook hele concrete zaken van afspraken. Ja. In een productiebedrijf zijn we een verhaal aan het maken rond circulariteit, bijvoorbeeld. Hè. Dat is een heel ander ding. Oh, er zijn zoveel boeiende thema's waar je kunt samen mensen kunt gaan enthousiasmeren. Mm-hmm. Wauw, dat is boeiend. Laat ons daar een keer vorm aan geven aan die toekomst. We begonnen met veerkracht. Hè. Veerkracht gekomen zijn met verandering. Hè. Ja. En heel boeiend, Rudy, hoe dat jij vertelt. Hè, van het gaat eigenlijk om ontwikkelen. Hè. En een ontwikkeling is eigenlijk altijd gaande. Hè. We ontwikkelen voortdurend. Hè. En in de buitenwereld vinden we dat heel normaal, dat de natuur zich ontwikkelt, dat kinderen zich ontwikkelen, dat organisaties, dat de maatschappij ontwikkelt. Hè. Maar als we dan zelf met een ontwikkeling die zaken veranderen, hè, geconfronteerd worden, hè, dan hebben we vaak zoiets van, ik wil dat niet, of ik weet niet hoe dat ik daar moet mee omgaan of zo. Ja. Hè. En als je kijkt naar vanuit, dit is een ontwikkeling, en dan krijg je, en ik kan mij daarop betrekken op die ontwikkeling, dan wordt het een heel ander verhaal, zeg maar. Dan moet je niet meer achter de verandering aanlopen, zeg maar. En jezelf voortdurend aanpassen, want dat aanpassingsgedrag gaat ook het gevoel geven van alsof dat ik niet meer in mij kan wonen. Ja, dat klopt. En daar zit vaak ook dan de weerstand waarom dat mensen niet willen meegaan in de verandering, maar ze voelen van, ik moet eigenlijk weggaan van mezelf. Terwijl als je, het gaat over ontwikkeling, en ik betrek mij op de ontwikkeling, dan ben ik hier, hè? En dan ben ik aanwezig. En dan betrek ik mezelf op die ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling van het team waar ik in zit, ontwikkeling die op maatschappelijk vlak zitten, hè? En dan woon ik in mezelf en woon ik in de ontwikkeling op al die verschillende niveaus, zeg maar. Hè? Dus je vat het goed samen, want je kent mij. Hè? Die gelaagdheid, hè? Je neemt jezelf mee in die lagen. Dus die betrokkenheid is wel het fundamenteelste principe om eigenlijk in die veerkracht te gaan staan. Ja. Dat is ook een hele mooie samenvatting, denk ik, als afsluiting, hè, van de betrokkenheid om in die veerkracht te gaan staan. Hè, zodat dan kan ik wel zeggen dat zo hetgeen is waar we het zo de afgelopen ruime 20 minuten over gehad hebben. Hè, betrokkenheid om in die veerkracht te gaan staan. Ja, de betrokkenheid
activeren. Eigenlijk bij jezelf ga je enorm veerkrachtig maken. Oké, goed. Dankjewel, Rudy. Ik voel dat we hier nog uren over kunnen praten. Hè. Al die inzichten die ben je ook allemaal in het neerschrijven in boeken, zeg maar. Hè. Dus ik kijk er al naar uit om die ook binnenkort te gaan lezen. Hè. Dus een heel dikke merci om ons te inspireren, hè, en om ons die een shift te maken van... verandering naar ontwikkeling. Hè? En eigenlijk op die manier mensen te inspireren daarmee. Hè? En het gaat heel wat stof geven om mensen te doen nadenken, hè, over hoe dat je met veranderingen kan omgaan. Hè? Dankjewel, Rudy, voor dit gesprek. Nu ook dankjewel voor alle mensen die gekeken hebben en die ook deelgenomen hebben aan dit gesprek. Ik ben ervan overtuigd dat mensen ook daar concreet mee aan de slag willen. Hè. Dus ik misschien ook wel de vraag stellen van oké, hoe kan ik daar nu concreet mee aan de slag gaan? Hè. Wel, ik heb een online pakket gemaakt, Make Your Own Moving Change. Hè. Een pakket waaruit 16 video's samen met een werkboek. Hè, waarbij dat je aan de slag kan gaan om meer te wonen in jezelf. Hè. Zodanig als je meer woont in jezelf, hè, dat je inderdaad... Hè, in die veerkracht komt te staan, hè, om te gaan met die veranderingen. En momenteel staat er misschien wel voor een uitdaging of zo, hè, of ervaarde wat chaos en wilde daar wat meer rusting in krijgen of zo. Hè. Wel, dan kan je op die manier zelfstandig aan de slag gaan met dat online pakket Make Your Own Moving Change. Hè. Alle informatie vind je op meetyourmind.be. Dus ik wil Rudy en ook alle mensen heel hard bedanken om... deel te nemen, hè, om ons te inspireren. En ik wens iedereen een hele mooie dag en een veerkrachtige ontwikkelingsdag, zou ik zeggen. Ja, dank jullie wel.